Net heb ik in onze palmentuin mogen lopen en daar zie je al natuurlijk een stukje cultuur die prachtig is. En daar heb je natuurlijk de wakapassi zoals we dat kennen aansluiten op een stukje ontspanning. Wij Surinamers die heel wat kunnen doen. En ik merk natuurlijk dat het op zijn plaats is om ieder te bedanken. Ik ga niet een lange speech houden vandaag. Het is op zijn plaats om die mensen, die Surinamers die in het land zorg dragen voor een stukje ontwikkeling. Iedereen vraagt naar ontwikkeling. En waar we vandaag vertoeven, dit is ontwikkeling. Dit is niet alleen de basis, dat hebben we vanaf 80er jaren al gelegd. Maar het is een stukje verdere ontwikkeling, omdat we niet of dit nooit eerder hebben gekend. Een stuk werk, infrastructuur, die uiteindelijk is gaan resulteren in alles wat Suriname betreft. En ieder die Suriname betreft, of in Suriname betreft. En ik denk dat elke Surinamer niet alleen een recht op heeft, maar een plicht is van deze regering om meer van deze mooie projecten op te gaan zetten. En we zeggen het, en we zeggen het elke dag, dat we er klaarstaan any moment, als regering, als burger, als er namang, om het werk die wij allemaal op onze schouders hebben genomen, en dan maakt het niet uit waar u bent, in die gemeenschap, waar u woont, maar uw omgeving is een gegeven waar u ook belang bij hebt, maar ook een stukje verantwoordelijkheid draagt. Het hoeft niet alleen hier. Hier hebben we gemeend en bewezen dat het wel kan. Dit moet een blauwdruk zijn, Wakapassi moet een blauwdruk zijn, om meer van deze mooie projecten uit te zetten en uit te voeren in alle alle districten in Suriname. En we kunnen het. We kunnen het omdat we die daadkracht hebben. We kunnen het omdat we die inzichten hebben. We kunnen het omdat we die visie hebben. En we kunnen het omdat we strategisch leiderschap tonen. En we bedanken natuurlijk aan ieder die een bijdrage hier heeft geleverd, op welke manier dan ook. De aannemer heeft natuurlijk ook zijn best gedaan. Ik zie mijn OD niet. Maar, hij weet dat er hier hard getrokken moest worden. Want First Lady is niet alleen hierbij betrokken. She is and she will be the leader. Ze heeft altijd getrokken. En ik wil haar bijzonder bedanken, omdat zij in die visie die ze heeft, een ieder bij betrekt, maar ook een ieder meetrekt. En dat heb je helaas niet bij een ieder. Maar we hebben het in een bijzondere manier bij haar wel mogen meemaken. Dus First Lady, ik denk dat ook dit gedeelte van Wakapassi op uw naam kan worden aangeschreven als voor een zoveelste keer een pracht van een project te hebben gerealiseerd. Ik denk dat je, als je droomt en ervoor gaat, een heleboel dingen kan verwezenlijken. En als je je dromen ook nog deelt met mensen, dan willen mensen je helpen om je dromen te verwezenlijken. Het is begonnen bij een Wakapassi, toen we daar begonnen. En dan kom je heel veel vaak in de palmentuin. Dan begin je van, je wilt dit veranderen, je wilt dat doen.
Toen hebben we de daken van de tenten in de Palmentuin eigenlijk vernieuwd. We zijn dan verder gegaan. We hebben de bloempotten beplant, met van mooie planten voorzien. We hebben toen een nieuwe toiletgroep gemaakt in de Palmentuin. Want je bent niet tevreden. Als je gaat en je ziet de toiletten, denk je, nee, dit kunnen we niet zo laten. En dan heb je natuurlijk, net wat ik zeg, mensen helpen je als je droomt. Want natuurlijk, alles is door ons gedoneerd. Ik heb jullie al eerder gezegd, mijn bureau heeft geen geld. Alles wat we doen is door donaties. Dan gaan we verder en dan biedt iemand je een beeld aan om te plaatsen. Een pracht van een beeld in de Palmentuin. En dan krijgen we de LR Groep die je dromen hoort. Want je wil natuurlijk een damplateau daar plaatsen in de Palmentuin. Want je wil zoveel mogelijk mensen krijgen in de Palmentuin. Je wil een gym plaatsen. Eigenlijk de bedoeling van de gym was eigenlijk aan de Plutostraat. Maar de meneer van de LR Groep wilde het zo graag hier in de buurt plaatsen. We hebben toen voor gekozen. Natuurlijk in samenspraak met cultuur. Met meneer Van der San van Paleis. Want we moeten toestemming krijgen. En toen hebben we ervoor gekozen om dat ook hier te plaatsen. Kortom mensen, wat ik heb geleerd is, als je droomt en je deelt je dromen met mensen, krijg je plotseling iemand die je dromen wil uitvoeren. En dat is gebeurd met mijn dromen. En ik blijf doordromen. En ik heb nog zoveel andere dromen verteld. Vraag maar aan de mensen. Maar we gaan door. En ik geloof erin dat als we gezamenlijk werken, kunnen we een heleboel dingen eigenlijk voor dit mooie land verwezenlijken. De bedoeling is van dit gebied is dat onze mensen, Surinamers, met hun kinderen en natuurlijk ook de toerist, kunnen wandelen, genieten van de omgeving en ook dingen kopen om de mensen te ondersteunen. Want alleen wandelen gaat de mensen niet helpen. De bedoeling is dat we ook dingen bij de cabanas kopen. Dat is de bedoeling. We wilden de mensen ook een plek aanbieden waar ze hun waar konden verkopen. Dus het is een heel, heel samenspel. Ik wil de heer, de minister van RO bedanken. Ze hebben heel veel geduld moeten opbrengen. Want hoe vaak was hier niet, zag het er hier niet uit. Maar hij kijkt nu aan tegen een prachtplaatje. Dus ik denk niet dat hij het erg zal vinden. Ik wil bedanken OETZ voor hun ondersteuning. Ik weet dat ik niet altijd makkelijk ben. En ik trek ze. Maar alleen dan gaan we echt heel mooie projecten kunnen verwezenlijken. Met Ace Consultancy ook bedankt. Ik wil bedanken Openbare Groen. Ik denk dat meneer Moenis soms moe van me wordt. Maar ik kan niet kijken en ik zie dat iets slordig is. Dus meneer Moenis, stuur je mannen, want hier moet een schoongemaakt worden. Hij heeft altijd alles gedaan met heel veel liefde. Mensen zeggen ik ben te kritisch. Kan. Maar alleen als we te kritisch zijn, gaan we hele mooie projecten ontwikkelen.